voorbereidingen voor Afrika. Allemaal decoraties. Slangen, malaria. Hallo, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe vlog. Ik neem jullie in deze vlog mee in wat voorbereidingen voor Afrika. Voor de reis die we gaan maken. We gaan 1 maand lang met onze kindjes samen op reis. Sommigen van jullie hebben het misschien al op Instagram gezien. In het kader van de voorbereidingen voor Afrika organiseren wij een garage/huisdeel. Volgende week zaterdag 29 september. Ik ben nu zolang de kids het toelaten, wat dingetjes aan het voorbereiden. We zijn gisteren op zolder geweest en ik heb mijn kledingkast weer uitgeruimd. En ja, dit zijn de kleren die ik ga verkopen. Oh, we moeten je haren nog even doen, hè? Ik ben wat foto's aan het maken van de spullen. Zodat ik met en met wat kan laten zien op social media. Hier zijn wat kleren van Lea en van Nick. Die wil ik nog eventjes netjes opvouwen en sorteren. Wat decoratie. Hier wat feestspulletjes. Om een feestje aan te kleden. Hier wat wol. Kijk. Wat wol. En zo'n, heet dat in Nederland ook ezel? Dit is een doos met allemaal decoratiespulletjes. Zwemspullen. Wat speelgoed. Boeken. Poppenhuisaccessoires. Hier liggen allemaal jurkjes in. Die hang ik nu ook even op voor een foto. En dan moet ik het weer onderbreken. Ik ga nou Leon de putterspeeltuin brengen. Hey, het is de volgende dag. Het is vandaag vrijdag. De kindjes zijn nog in hun pyjama. Zijn even lekker televisie aan het kijken. En ik ben al vol adrenaline. Ik heb weer allemaal ideeën. Hoe we Afrika nog meer kunnen vormgeven en voorbereiden. En ken je dat? Dat je bezig bent met iets in je leven waar je echt zin in hebt. En warm voor loopt. En kijk, zoals Afrika, dat brengt natuurlijk ook twijfels met zich mee en angsten met zich mee, weet je wel. Slangen, malaria, voelen de kids zich daar thuis en. En natuurlijk heb je dan ook nachten dat je wakker ligt en weet ik het wat. Maar aan de andere kant, jongens, voel je wel echt dat je leeft. Dat klinkt misschien cliché, maar ja, zoals vandaag, ik heb echt weer zin om dingen voor te bereiden en... Ja, ken je dat? Misschien heb je ook een baan of een andere passie waarvan je merkt, oh, daar loop ik zo warm van. En ik merk dan dat ik liefst daar de hele tijd mee bezig wil zijn. En dan vergeet ik andere dingen. Dus ik merk echt dat ik mezelf echt een beetje moet inhouden. Niet per se, maar wel een goede balans moet hebben tussen ook rusten af en toe. En niet door blijven gaan, maar ook tijd met de kids besteden. Toch ook het huishouden op orde blijven hebben. Want als dat niet loopt, dan word ik ook gek. Ja, die wil ik zeker openmaken. Ga je die kleuren? Ja. Mama, maak een koop. Hey, zullen we ook even aankleden, Sabloekie? Dit is een etui. Daar kun je stiften in doen of spulletjes in doen. Ja. En die mag je kleuren. Mag je aan? Heb je op je arm gekleurd of is dat van het leunen? Ja, tuurlijk. Nee. Wat is leunen? Dat je zo met je arm zo per ongeluk erop hebt gelegen. Nee. We hebben zaterdag 29 september gaan we een huisdeel doen en gaan we wat spulletjes verkopen van ons. Ook in het kader, gewoon ook om nog meer geld mee te nemen naar Afrika. En ik wil de kids vragen of ze zin hebben om die te beplakken in de kleur van Zimbabwe. Ja, over de sponsoractie. Dit is de eerste keer dat we zoiets doen. We hebben via GetFunded een paginaatje aangemaakt of een donatieactie aangemaakt. En je moet dan daar een beetje omschrijven wat je van plan bent te doen en hoeveel geld je wilt ophalen. En we hebben als doel 3000 euro dan neergezet en hebben nu al iets van... 555 euro of zo. Dus we zijn enorm dankbaar voor iedereen die grote of kleine bijdrage heeft gegeven. En, maar ook mensen die gewoon echt betrokken zijn. We hebben gisteravond hier weer bezoek gehad van vrienden die geïnteresseerd waren in ons verhaal. En dat is zo mooi om elkaar te inspireren. Zij ons ook weer. Maar wat ik eigenlijk wil vertellen. Ja, we krijgen best wel wat adviezen. Weet je wel, van je moet zeggen wat je precies gaat doen en mensen daarin meenemen. Bijvoorbeeld van, we willen zoveel euro hebben om zoveel cabins te kunnen bouwen of weet ik wat. En dat wil ik ook heel graag. En ik wil ook echt transparant zijn. Alleen,
probleem is, het is daar, we gaan daarheen en zoals zij in het leven staan, eigenlijk go with the flow, zo kun je het samenvatten. Daar waar je komt en waar je gaat, van betekenis zijn. En dat doen we, denk ik, voor zover als het kan hier in Nederland ook. Ik hou er echt van om mensen te helpen ontdekken wat hun krachten zijn, wat hun sterke kanten zijn, wat hun passies zijn. En ik bemoedig ze dan ook om daarvoor te gaan. Dat doe ik natuurlijk ook in mijn coachingspraktijk, maar ook, ja, dat is iets wat ik mooi vind sowieso al om te doen. En Maarten is iemand die heeft ook als why, als kernwaarde, als drive om andere mensen echt te helpen. Bewijzen van hoe groter de nood van iemand, hoe mooier die het vindt om te helpen. En heel functioneel, heel praktisch. Dat was ook zijn valkuil, want hij zei op heel veel dingen ja en hij moest echt ook leren een balans in te vinden. Maar het is echt iets wat bij hem hoort. Dus dat wat wij doen zoals wij zijn, dat nemen we mee. En zo zijn ze ook daar in Afrika, dat gezin waar we naartoe gaan. Ze hebben zoiets van, ja, je komt maar gewoon even hier en we leren elkaar kennen en ja, doe waar je hart ligt. Dat maakt het een beetje lastig om te zeggen, we hebben zoveel nodig. En kijk, wat ik je wel kan zeggen is, we hebben nu zo'n 2000 euro speciaal gespaard voor Afrika. De reis kost bijna 3000 euro. En dan moeten we nog visum doen en inentingen doen. En dus heel eerlijk, een deel van wat we ophalen zal ook gaan nog naar ons daarheen te brengen en ons terug te krijgen, zeg maar. Maar alles wat we meer ophalen, willen we oprecht daar investeren. En tegelijkertijd is het ook zo dat we ons niet daar willen kapot werken. We willen ook genieten van elkaar en van Afrika. En dat is zo mooi dat Blues en Sue ook zeiden van, ja, je komt hierheen en dan hang je eerst maar eens even de toerist uit. En het mooie is dat het samen kan gaan. En dat geldt voor iedereen, dat daar waar je bent of waar je naartoe gaat, dat je daar een verschil kan maken door jouw talenten in te zetten. Genoeg daarover, ik ga jullie weer meenemen in hoe we vandaag weer een stukje voorbereiden daarin. En daarnaast nog een stukje gewoon leven, ook gewoon doorgaat. Oké, Nick, wat denk je wat de doos voor is? Ik denk om erin te kijken dat het donker is en daar ligt. Ah, een kijkdoos? Ja. Nee. Wat is dan? Nou, wat is hier is een? Gaatje. Ja, een gleuf heet dat? Ja. Wat denk je wat die in kan? Geld. Ja. Volgende week zaterdag hebben we een huissale. Dan verkopen we allemaal oude dingetjes van ons, hè. Wel nog mooie dingen, maar dingetjes die wij niet meer nodig hebben. En daar krijgen we centjes voor, toch? Die doen we dan hier in. En dan kunnen we dat meenemen naar... Waar gaan we naartoe? Afrika. Ja. Dus wat ik met jullie wil gaan doen vandaag, is deze beplakken. Dus maken we hier allemaal kleine stukjes. Ik doe hier allemaal plaksel op. En dan gaan jullie dat hier opplakken. Yeah! En dan zaterdag, als de mensen komen... Kleuren dan? Mag ook. Mag ik ook kleuren met rood? Ja, rood. En welke kleuren hoort nog bij Zimbabwe? Geel. Ja. En nog eentje. Groen. Ja. Ja, wil jij stukjes maken? Kijk. Ja, te gek. Oh ja, zwart zit er ook nog bij. Ja. Oh, zo lief, we krijgen echt ondersteuning op allerlei vlakken. Vriendin van mij appte gisteren van, hey, wat kan ik voor jullie doen? Wat kan ik betekenen? En weet je wat ik dan leuk vind? Dan zeg ik dus, wat wil je betekenen? En niet om de bal makkelijk terug te gooien, maar ik vind het leuk als mensen ons helpen met... Eigenlijk ook weer datgene wat zij leuk vinden en waar zij in hun kracht zijn. Bijvoorbeeld Cheryl van Mousy, waar ik bijvoorbeeld ook mijn visitekaartje van mijn bedrijf heb laten maken. Die helpt ons met het printen van de boekenleggers. Die we als bedankjes geven voor mensen die dat graag willen. Ga je nog helpen met de propjes of heb je geen zin meer, schat? Ja? Yes. En nog een andere kleur. Ja. Simba, heel goed draaien. Niet te weten, hij kan je weg. Mooi, hè? Ik heb goede hulp gekregen. Mijn zusje die is hier topsport aan bedrijven. Het is allemaal bedankarmbandjes te maken. En armbandjes misschien voor zaterdag nog, als de huissale is. En Bianca heeft ook wat kleren meegenomen die nog leuk zijn voor de verkoop. Dit is mijn dochter, die is ook dingetjes aan het verkopen, zie ik. En Nick is... Wat ga jij doen, Nick?
raceauto's gaan verkopen. Ga je raceauto's verkopen? Nou, niet echt, denk ik. Wel. Wat? Wel. Ga je die allemaal verkopen? Ja. Nou. Nep. Ah, oké. En nog een doos met spulletjes die ik daar had opgeslagen bij mijn zusje van de rommelmarkt. En nog wat kinderkleertjes, die moet ik ook nog gaan sorteren. Hier is een winkelavontuur nog steeds gaande. En ik ga hier even verder. En dan wil ik jullie nog even updaten. Ik had het ergens begin van de vlog eventjes over dat we niet precies weten wat we gaan doen daarom. Wat we wel weten is dat Maarten dus meehelpt of mee kar trekt in het maken van cabins. Voor nog meer volunteers die zeg maar daar naartoe komen. Waarschijnlijk is er ook gelegenheid voor mij om mijn coaching dingen toe te passen. Doordat ik in die eerste vlog ook wel een beetje aanhaalde waar we het over Afrika hebben. Is van, wij belden op een gegeven moment zo van oké, let's make a plan. Of wat verwachten jullie van ons? Wat kunnen wij verwachten? En ja, zij waren best wel laid back. Zo van chill, weet je. Kom eerst maar eens deze kant op. En laten we elkaar leren kennen. En ik heb ook wat vragen gekregen met betrekking tot werk. En leerplichtambtenaar. En met betrekking tot werk, het is zo dat Maarten eigenlijk bijna al zijn vakantietagen heeft opgespaard. En normaal gesproken mag je volgens mij niet 4 weken achter elkaar weg of zo, maximaal 3, ik weet niet precies. Maar hij heeft dan wel permissie gekregen om wel 1 week langer te gaan. Dus ja, dit is ook een soort van Maarten zijn cadeautje aan Afrika. En ook mijne, want ik heb dus niet samen met Maarten de vakantie gehad. Ik heb een eigen bedrijf, dus ja, ik kan gaan waar ik wil en ook werken vanuit waar ik wil, omdat ik ook online coaching steeds meer ga toepassen. Wat betreft de leerplichtambtenaar, dat ga ik zo eventjes op in, want de kids zijn een beetje druk achter mij. Ga ik even de was opruimen en dan kom ik dadelijk weer bij jullie terug. Wat ik nog wilde vragen, is een van jullie kijkers alles gereisd naar een land waar je vakantie gecombineerd hebt met een goed doel? We hebben het dus 1 keer gedaan in Mozambique en dat gaf echt een andere dimensie aan de vakantie, zeg maar. Of aan de, ja, weet niet. Ja, helpen doet jezelf ook altijd goed natuurlijk. Dus ik ben gewoon benieuwd. Heeft iemand van jullie daar ook ervaring in? En wat ik wilde weten, of het nou op vakantie is of vrijwilligerswerk. Als je naar een ver land bent geweest, hebben jullie dan altijd veel bagage mee gehad, want ik ben dus nu aan het twijfelen om ook gewoon weer met handbagage te reizen. In de zin van, ja, dat je als je na 8 dagen alles hebt aangehad, dat je daarna gewoon alles was. Laat me weten wat jouw ervaring daarin is, als je die hebt. Maarten heeft net de boekenleggers opgehaald bij de printer. Of waar zeg je dat? Bij de printer, bij de drukker. Het is ecologisch papier. Ja, dat hebben ze zelf gemaakt. De kids hebben meegewerkt. En dat is dus de kleuren van Zimbabwe. Met zo'n leuke tekst erop. Ik vind ze wel heel cool geworden. Het verhaal van de leerplichtambtenaar houden jullie nog even te goed. Dan wordt deze vlog dan waarschijnlijk ook gewoon te lang. Als je nog specifieke vragen hebt of opmerkingen of wat dan ook, dan laat ons weten. Wil jij ons avontuur en de uitdaging die we aangaan en de hulp die we gaan brengen, wil je daar ook een deel van uitmaken en ons in steunen? Dan mag je dat nogmaals doen via de link onder deze vlog. En ja, tot snel zou ik zeggen. Leuk dat je keek en wellicht tot de volgende video. Doei doei. Mensen, het is zover. We gaan op dit moment onze reis boeken. Ja? Wat sturen? Yes, man. Maarten heeft het allemaal uitgezocht voor ons. Tegen Mano, hè. We zitten alleen niet allemaal naast elkaar. Het is een toestel met 3-3. Dus we moeten even kijken. We zitten wel naast elkaar. Alleen is er een gangetje tussen. Ja. Het is iets anders als verspreid allemaal over het hele vliegtuig. Ja, dat is waar. Mogen we nou slapen dan? Ik weet het niet. Het is 10:15.